suspicious. Wie sta ik om me heen, jongens? In ieder geval een goeie Ferrari links voor me. Dat, dat ben ik. Voor me. Ja, dat klopt. Oh, Koop staat achter mij. Paniek. Kops corner, hè? Dat de Ferrari eraf gaat. En meneer Boy. Going double file. Mag ik vastgeven? Jongens. Kijk uit met die... Maar je kan hier door elkaar heen rijden. Nog. Nog wel, ja, nog wel. Als de start is niet meer. Jongens, ze kunnen gaan gas geven. Zit die Audi 32. Gassen. Die zit gewoon een limit in, joh. Ja, dit hebben we expres gedaan eigenlijk, dat niemand echt een penalty krijgt in de ring. Yeah. Beetje... Car on the left. Ik ben on the left. Ja, de bandjes zijn vrij koud inderdaad. Oh, come on, man. Ik moet niet naar buiten gaan dat ik er naast u zit. Godverdomme. Wat een... Ja, oké. Nee, volg ik niet, Juliana. Dat is het wel makkelijk. En ben ik zeker ook nog niet, hè, die vieze vuile Porsche. Het is over mij al, gest. Ja, excuses is wel op zijn plaats.
Ben je wel gewend op map, boy? Ja, helaas wel. Flashbacks. Weinig groen nog. Ja toch? Maar no time game, dus dat scheelt dus. Ja, ik was wel heel blij. Ja. Dat is geen Formule 1 auto, hoor. Nee, maar dan neem ik hem ook zo, hoor. Dat kan ik je vertellen. Ik zie binnen een seconde, DRS. Ik ga in één keer een rode pijl aan de binnenkant. Ja, je ging wat vroeger op mijn rem dan wat ik had verwacht. Ja, je moest naar links rennen. Ik was ook te vroeg, hoor. Toen was lang het chatbericht, kan ik echt niet lezen. Ronan. Ik zag iets over de left, Ronan. Dus er moet wel iemand zijn die me op zijn blote knietjes aan bedanken is. Voor die aanrader. Lekker polish. Sorry. Oeh.
trouwens ben van. Daar ben ik heel blij mee. De vorige keer was het 20 rondes of zo. Nou, ik kan dit niet de hele race doen. Eigenlijk. Ik heb wat je achtik? Ja, het is een beetje. Veel schade of? Ja, lichte schade aan de achterkant. Moet wel. Want die kan je wel laten fixen in de, in de garage. Tijdens je pitstop, maar ja, dat is wel tijdens je. Dat is 5-0 schade. Ik weet niet of het waard is, maar... Ik ging eigenlijk best bij de start. Ik zag echt sommige mensen om onverklaarbaar in eraf gaan. Vooral Mackens en Beckett. Ja, al bandjes. Ik rijd met een draak van een set dat ik dacht dat gaat wel werken. Maar dan ging ik over een curve mee. Ah. Toen was het klaar. Ja.
Ik wil voor die follow. Ja, hoop op een zin. Maar daarom heb ik ook je patch op, hè? Dat is ook een veiligheidshelm.
ik nog niet, Jeroen. Playmobil politie. Playmobil politie, ja, zo voelt het wel, ja. Bij de laatste bocht gelijk rechtsaf. Oh ja, ja. Ik heb een kleine... Ik heb een pitlimit. Ik weet natuurlijk dat het verpakt met Formule 1 is. Ja, je hebt een pitlimit. Ja, dat wel. Tijdremte nu, man. Ja, we kunnen de damage laten. Oh. Car on the left. Clear on the left. Tijd om te pitten.
Ik heb gewoon bandjes. Oh my god, het ging bijna helemaal mis. Bijna? Ja. Pit entry of... Nee, oh, fuel to add stond op 1. Oh. Oeh, ja dat... Hij heeft mij helemaal volgegooid. Dus ik zit nu met 125 liter in mijn auto. Ja, daar rijden we niet van wel uit. Beetje ja, zwaar, maar... Ja, volgens mij heb ik net iets fout aangeklikt of zo. Ja, dit gaat... Dit is helaas wel... dit is kut. Ja, dit gaat way, Mark. Ik kom gewoon niet vooruit op het moment. Come on, let's go. Moet je voor een bepaalde ronde de pit doen of mag het ook in de ene laatste ronde? Mag je zelf weten. Mag je zelf weten. Eigenlijk een vraag die je hebt om te doen met deze pitblunder. Dit was helemaal kut. Oh, de winkel. Thank you.
Huh, Alvin, je komt toch net uit de pit? Nee, benzine helemaal verkeerd. Oh. Ah. Mijn benzine wou niet tanken. Ja, dat had ik ook. We hadden echt heel veel tijd verloren, helaas. Ik klikte verkeerd, dus ik klikte een volgende en een reset, dus ik moet nu opnieuw pieten. Ja, niks aan te doen. Dat de klote. Ja. Ja, ik stond stil voordat ik op mijn plek überhaupt was. Echt met 1 km per uur er naartoe rijden, ram op mijn joystick, jongen. Ja, ik klikte iets te veel en resette helemaal, dus hij stond terug standaard waar ik eigenlijk begon. Heel stom. Spijtig dat je dat niet op voorhand kunt instellen. Ik vind niks aan te doen. Ja, het is gewoon podium weg. Misschien kan je dat van tevoren instellen per tijd. Dan kan je gewoon voor de volgende keer. Als je per ongeluk doorklikt bijvoorbeeld naar de tijd 3. Ja. Dus kan, terug naar 8, echt serieus. Maar je hebt wel de pace, dus je kan echt nog wel wat plekken goed maken. En nog niet iedereen is naar binnen geweest, hè? Ah, komt ik de overwinning als er niks gebeurde. Ja, je had een hele goede pace. Ja, niks aan te doen. Ik heb hetzelfde alvast. Hij tankt niet. Ja, het komt gewoon omdat je hebt verschillende pitstop dingen en dat je daar doorklikt en een reset die. Ik had het vooraf ingesteld, zeg maar. Ja, het weird is, vorige week gaf het bij mij geen enkel probleem. Binnenkant. Oh nee, ik heb wel getankt. Hè? Ik rijd de pits uit en opeens spring ik mijn tank weer vol. Ja, tanken is eigenlijk op het laatste moment, de laatste seconde zo, dat je in één keer springt als je hem tankt. Terwijl die slang die gaat er in het begin gelijk in. Ja, dat is een beetje gek en veiligheid. Ja. Bochtvallen. Hier, kijk dan, hij rijdt gewoon. Voel mij hoor, alvast. Aan het klotten. Tom. Kut Porsche weg. Ik speel met 1 ultrawide monitor. Zit je nou de kutte koos? Godverdomme. Ik heb alleen de zijkant afgesneden van het beeld voor de stream.
Hij denkt toch vooral dat ik doe het qua tijd. Ja, ik... Hij rijdt echt bij me weg. Ik bijna met me. Oké, die... Het is 1 uur racen, dat is ongeveer 30 rondes. Oh, is dat nog een lange? 16 minuten en 3 seconden. Nog wel laat, maar volgens mij nog wel op tijd, toch? Ja, ja, ik zat zelf wel niet op de laptop. De week zag ik dat bordje. We proberen eerst even het midden af te dekken, zeg maar. Ben je met z'n drieën aan de knokken nodig? Ja.
Down, Mad Boy. Thank you.
Deze wel, ja, denk ik. Allee, wat is er nou, godverdomme. Maar de blauwe vlag alsjeblieft. Ik wil de tijd verliezen. Dit is een heel spannend rondje. Dat is deze, hè? Ja, daarom blauwe vlag. Alsjeblieft. Kom er wel bij. Paniek in zijn stem, hè? Fantastisch. Zeker. Maar dan volg je iemand ervan uit. Niet met een set uit Forza. Dat is maar GTA 7. Nou, ik heb geen idee. Het zou zonde zijn als een plek daarom wordt beslist. Eens. Bij die persoon was er niemand in de buurt, dus ja. Bijna Vetteltje gedaan. Honestly! Blue flag, blue flag. Ja, die hebben dit weekend ook weer vaak geluisterd hoor, inderdaad. Ik kom de appstack, dankjewel. Deze is een paar rondjes te kort om er bij jullie te komen. Ja, ik zat inderdaad al af en toe te kijken inderdaad naar je tijden. Ik ging redden of niet. Ja, ik heb bizar waar jullie al niet snel Thank you.
Zaat alsjeblieft. Dank u. Kan ik die kans laten? Mocht. Ja. Gefeliciteerd alvast. Oh. Holy shit. Dit was hem wel hoor. Fuck it now. Oh my god. En Airdog, sorry dat ik je eraf tikte. Ik denk dat ik je race vanuit doe daardoor. Dan is het jij de hele tijd achter mij? Ja, ik zat inderdaad heel de tijd achter je. Oh my god, jongen. Jezus. Wat een druk ook de hele tijd, jongen. Ja, ik kon die laatste sector kon ik gewoon niet bijbrengen. Oh, ik heb benzine meer. Ik zit gewoon 500 meter van de finish zonder benzine. Ik heb nog 3 rondes extra. Ik heb geen risico meer. Oh nee, nemen, ook echt. Ja, ik ook 3 rondes extra. Oh, dit is zo sneu. Van 5 naar 8. Jullie waren eigenlijk sneller, maar... Ik kon het is hier best wel makkelijk verdedigen. Ja, dat is niet dat je hem echt heel snel naast kan doen. Nee, ja, hier. Ja, exit. Ja. Je legt jezelf letterlijk op de penalty stip ook, ja, als je hem op de snelle corners ernaast gaat zetten. Ah, dat was een mooie race, man. Hè. Ik heb echt genoten. Of ik nou derde was geworden of niet, maakt me echt niet uit. Ik heb echt genoten. Helaas 50 minuten vooraan gereden. 50 minuten. maar congrats, man. Well deserved. Cheers. Lekker netjes. Ook leuk dat we met z'n allen eens een beetje dicht bij elkaar blijven. Dat er over groepjes zijn. Ja, het was voor mij was het een billenknijpen de hele tijd, zeg. Oh. Wat is de eerste ronde vooraan? Dat wil ik wel eens weten. Dat is echt fantastisch hoe je dat hebt gedaan. Wat zeg je? Die Porsche in het begin. Ik ga zo kijken. Ik heb het idee dat ik het was. Maar ik heb niks gevoeld. Dat ik iets aantikte. Ja, ik kan ook mijn napcode zijn geweest, Albus. De Porsche zat aan de binnenkant. Ik zat aan de buitenkant. En ik blijf daar aan de buitenkant. En hij slijt helemaal... Van binnen naar buiten en ruimt mij helemaal in mijn flank. Is het dan een server issue? Ik weet het niet. Ik weet het ook maar niet. Ik stond helemaal rond, dus ik moest helemaal terug naar vooraan rijden. Ja, zonder de petje zeker één geworden inderdaad, ja. Oh. Maar ik vind het raar, als je die radar hebt aanstaan, dan ziet je...